wat vers water toevoegen. Kijk eens uit. Helemaal goed. Goedje. Hallo iedereen en welkom bij de 6e aflevering in de videoserie Le Chazet. Vorige keer hebben we natuurlijk het land gekocht bij Henk. Daar gaan we met de aardappels heel binnenkort aan de gang, zeer binnenkort. Ik heb dat veld natuurlijk geoogst met, of laten oogsten door de loonwerken. Door de zonnebloempjes, daar moet nog een ploeg door, maar het is 7 uur 's avonds, of nou, half 8 al bijna. Ik vind het wel mooi geweest voor vandaag. Maar wat Henk zei van met dat weer, ik denk dat hij gelijk krijgt. Laten we maar eens even gaan kijken, want hier kan ik iets beter van af. Kijk, dat is boven die schuren. Dat ziet er niet goed uit, jongens. Misschien valt het mee, misschien waait het over. Maar het is 7:30, ik heb ook nog niet gegeten, dus ik ga naar binnen toe, hapje eten en dan zien we het wel op televisie. En dan gaan we het wel meemaken hoe en wat. Dus we gaan het zien. Jongens, wat geeft het buiten te keer? Dat is niet normaal. Ik ga even kijken, hè, wat er aan de hand is. Ik ga even onder het afdak zo. Jezus, wat geeft het te keer? Hoor dat onweer is. Krakende bomen, dat klinkt niet best, jongens. Oh, vreselijk. Steekt niet verrijk door nu nog. Dat meen je niet. Wat heb ik die verrijken? Oh, die verrijken. Oh, wat een weer zeg. Vreselijk. Jongens. Nou, gaan we die verrijken. Dat is een beetje droog. Maar dit is maar gauw onderdak zet. Allemachtig zeg. Dat geeft een keer. Henk toch gelijk gehad. Nou, hopen dat de boel over hem blijft slaan. Och, en de silo is ook al dus hier. Jezus. Dat is ook niet zo handig. Zo, nou, dit ook maar weer. Ik kan hier trouwens wel onderdak. Dat is zo makkelijk. Ik ben hier nu toch als ik wel even onderdak zit. Zo. Ik wist dat ik in het weer kon spoken in Frankrijk, maar dit is er wel alles. Is hier alles nog goed? Ja. De schapen ook, alles goed. Jeetje, wat gaat het erop? Nou, ik ga gewoon naar binnen toe, jongens. We zien het morgen wel. Zo, wat een andere situatie dan vannacht zeg. Vannacht stond ik hier ook. Jeetje, wat was het er nooit weer? Onweer. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Vroeger waar ik woonde, waar ik opgegroeid ben, bij de IJssel, daar kwam af en toe het onweer niet over het water heen. Dat was wel eens erg, maar dit sloeg echt werkelijk alles. Maar moet je toch eens kijken wat me erover komt mis. Dus ik dacht, die hele boom is me omgewaaid. En die ligt op de punt van het dak. Het ligt nog met een tak in het zwembad, zie ik. Dus, dit is wel een probleem. En nu belde Henk vanmorgen al heel vroeg op. En die zegt, hoe is het bij jou afgelopen? Ik zeg, nou, ik weet niet, maar volgens mij heb ik een boom tegen het huis aan liggen. Hij zegt, nou, ik heb geen tijd vandaag. Maar ik weet niet wat ik goed moet. Of ik hier al moet beginnen of niet. Ik wil eigenlijk die druk van die punt af hebben, zeg maar. Van mijn woning. Want ja, dat zal misschien wat schade zijn. Dat zal dus door de verzekering ook betaald moeten worden. Dus dat kan er ook iemand bieden. Dus ik moet eigenlijk even de kettingzaag hebben. Kijk, en dan kan ik het hier op zich wel neerleggen. Hier langsop. Of door langsop. Stukje bij beetje. Henk had morgen wel tijd om te helpen. Maar vandaag ging je dat echt niet redden. Maar ik ben er mooi kloor mee. Moet je toch eens kijken wat ellende. Kijk, de takkeling in het zwembad. Het is er wel of niet. Ik loop even naar de andere kant, ik pak me even een kettingzaagje. Even in de werkplaats. Maar het is niet wat jongens, wat weer. Kijk dit ook. Dit was ook vergeten dicht te doen. Nou, gewoon even lust, dan kan het een beetje opdrukken. Die verrijken jongens, ja dat was daar ook zonde jongens. Voor hetzelfde geld was door een boom opgevallen, had ik nog niet aan mond denk. Deze had ik gisteravond nog even op Vulk televisie ging kijken. Dat er nog niks aan de hand was, alleen bewolkt weer. Nog eenmaal cultuurbanden gehoord. Vandaag kregen we ook een hulpje van het agrarische uitzendbureau hier in Frankrijk, Le Emploi Agricole. En ja, ik kreeg het steeds drukker met die velden en die eerdappelveld van Henk de Bie. Dus dat kan prima even door het uitzendbureau gebeuren. Nou, die schapen, dat gaan we straks wel even doen. Ik ga eerst eens even, waar was ik nu onderweg naartoe? Een kettingzaag al. Zo, nou, kettingzaag erbij. Dan gaan we eens kijken of we die druk van die woning af kunnen creëren, van die nok. Het hangt zelf op de wasmol. Nou, ik denk dat er eerst maar eens een stuk vanaf gehaald. En dan maar eens kijken waar we terecht komen. Hartstikke idee. Maar fijn dat Henk even de volgende keer wil helpen. Want dit is toch heel veel werk voor een eentje. Zoiets. Nou, gaan we hier nog eens even kijken. Ik moet wel uitkijken dat ik die boom natuurlijk niet zelf op mijn knak kreeg. Overigens. Kijk, ja. Hij kan maar van de nok af. Nou, niet helemaal, hè. Nou, ga ik nog even mee stoeien, jongens. Zo, die tak eraf die in het zwembad ligt. Hartstikke idee. Eens kijken, is dat de draad? Nou, dat spul is wel zwaar. Het is wel mooi open hardhold, maar ik had het liever niet gehad. En dan dit stuk nog even weg. En dan kan het hopelijk
die loonwerker zelf een kraan heeft. En anders weet hij misschien wel iemand. En anders moet ik hier maar in een soort. Een dienst bellen die dat kunt ophalen. Wat moet ik er alles mee? Op een houdt ik zat hier moet ik kijken. Dat stak ik wel 6 winters niet op. Wat ik hier allemaal heb liggen rond het huis. En dan dit. Kijk, het valt allemaal richting huis, dus het valt nog wel mee. Zo, dat is best stuk, zeg. Nou, eens even kijken hoor. Is het van het dak af? Ja, hij is van de punt af. Je kunt het nog niet heel goed zien. Dus ik knutsel nog even de deur, jongens. Nou, zo moet het maar even. Zo te zien valt de schade mee, maar er moet maar even iemand naar kijken. Morgen haal ik met Henk de rest wel weg. Dus het ligt in ieder geval van het huis af. Dus dan. Dan kunnen we hier mooi aan het werk. Even kijken. Even kijken of die helper er al is. Want dan kan ik even kunstmest doen. Dan neem ik even. Ja, dan wordt deze, wordt voor de ploeg. Dan kan ik hier eens even allemaal kloor zetten. Dan kan ik straks zo die helper aan het werk zetten en dan kan ik ook mijn ding doen. Dan heb ik toch niet even kijken meer. Zo, hier moeten we eerst even. De kalk strooien achterop en de ploeg voorop. Dan laten we eerst wat kalk strooien. En dan kunnen we hier met de Ford, want die zit op cultuurbanden. Deze kan niet op cultuurbanden, dus wordt het net even andersom eigenlijk. Dus dan gooien we hier even de kalk achter. Even kijken, deze kant erachter. Zo. Af de gas. Deze zal wel iets meer moeite mee hebben dan, dan de Ford. Maar het heeft maar 90 pk nodig. Nou, dan heeft deze makkelijk. Deze heeft 180. Dus het zou makkelijk moeten kunnen. Dan moet ik wel aan de voorkant doen. En hoe ik dat dan dit zo op dat veld? Dat moet ik dan zo nog maar even beginnen. Dan zal ik het daar dus even veel aan de weg neerzetten. Dan pak ik even het fotje erbij. Oh. Doe ik hier. Nou, heb ik nog meer schade. Ik heb al schade genoeg van vandaag. Mag ik even het fotje voor elkaar maken? En de kunstmest strooien erachter. Dan kunnen we door bij heel de gang. En dan hoop ik dat die keel zo kunt. Dan kan ik hem even naar het veld toe brengen. Dan kan hij zijn. Heb ik toch geen omkieken meer door. Die is de rest van de dag wel aardig druk. Dus. Zullen we hier even de kunstmest strooien achter hoor. Maar dan hoop ik wel dat ik iemand met een kraan kan vinden die me dat hout weghaalt hier. Dan zit er mooi mee opgeschreven. Wat mocht er met? Ik heb al verdagen hout. Vreselijk. Misschien wil Henk het wel hebben voor de open haard. Dat zou ook wel kunnen natuurlijk. Kan wel te vroren. Hier erachter. Even kijken hoeveel die zit. 1700. Ja, dat zag ik nog voor de kleine veld. Ja, dat mag kunnen. Goed. Mag ik even kijken of die helper er al is, jongens. Wat doet zijn bureau en dan breng ik hem even door het veld toe. Zo, inmiddels is ze gearriveerd. Gerard heette. Je moet eerst even kalk strooien en dan bloem. En zeg oui oui, volg me man. Nou, dan gaan we dat eens doen, jongens. Dan ga ik hem eerst aan laten zien wat er hem wat en wat er moet doen. En dan kunnen we ons ding doen. Dan heb ik er de hele dag in een piek met dan. Tenminste, dat is alles goed gegeven. We spelen niet in de soeprit. Wel kijken dat er wel bibi blijft, want anders ben ik die Fransoos al kwijt. Had wel wat ervaring, zei je. Ik zei, nou ja, prima, laat maar zien waar je kunt. Hier we eventjes de deur. Zit er nog achter me in? Even kijken in de spiegels. De rechtstukje. Dat kan ik nog net niet zien in die bochten. Oh ja, ja, ik zag hem. Linker spiegel. Kijk. Nu zal er zo wel weer. Kijk, hij zit nog perfect achter me. In dit veld moet hem even ploegen. Ik wil eerst even kalken. En dan naar ploegen. Ik stap even nu, jongens, en laat even zien wat er moet doen. Nou, Sierra is vertrokken. Hij redt zich wel. Ik heb gezegd dat hij enorm was ploegen, dus. Dat komt wel goed. En als er wat is, heb mijn nummer, hij kan bellen. Nou, ik heb even gekeken, het eerste rondje gedaan. Gerard, die redt zich wel. Ik ben wel een goede keel. Ik zie wel dat we hier wat weinig kunstmest hierin hebben zitten. Dus ik hoop dat we dat veldje waar we nu naartoe gaan. Dat we dat nog even gauw met kunstmest kunnen vullen. Of dat het genoeg is om dat veld te doen. Dan gaan we even terug naar de boerderie. Ja, dat zit ook geen hele einde natuurlijk. Maar het zou zonde zijn, want ik heb eigenlijk nog genoeg te doen. Ik heb inmiddels ook al 6 pellets met wol. Dat klopt natuurlijk wel, ik heb die schapen dik in de wol gekocht. Dus de volgende keer zal het wel iets minder snel gaan. Maar die moet ik in de schuur halen, die moet ik ergens anders neerzetten, want de prijs is laag. Dus
Moeten zo maar eens even kijken. Dan jassen we deze zelf even gauw in de rondte. Kijk, want hier staat al spullen op. Dat is hartstikke mooi. En als het goed is... Jongens, kan dit bemest worden. Zo, inmiddels hebben we dat veld mooi in zitten. Daar heb ik niet om kijken meer naar. Dat zit mooi in de kubus, 50%. Hartstikke goed. Dan deze naar huis toe. Even op andere banden weer zetten. Ik denk toch eerst even bij Girago kijken, dan ben ik nu toch in de buurt. Ik moet er ook maar eens over nadenken om op die Fiat Agri maar eens een frontlader te doen. Dat is toch iets handiger dan die verrijker. Met bepaalde dingen, met pallets en dat soort dingen. Ik denk dat het handiger is. Oh, laat hem hier maar even neer. Dan gaan we even bij Girago kijken hoe het ermee is. Zo, dan help ik hem gauw even de spullen vervangen. Die eraf, pap. Zo. Ik kan die ploeg erachter knuppen. Ik kan geen zo'n gang doen. En dan kan ik mooi mijn eigen dingetjes doen. Nou, de cup al, Gerard redt zich wel. Het cup wel goed met hem. En als zo niet, dan moet hem maar wel. Zo, dan brengen we even de kunstmestrooien terug naar huis. Die zal meteen even afvullen. Want dat zit niet veel meer in. Dan gaan we dat meteen even doen. De volgende keer moeten we ook even weer een paar van die zakken halen. Man. En dan gaan we even die wol even door uit dat hok halen. En die gooi ik even ergens anders onder het dak. En dan ga ik straks toch naar de bank toe moet. Om even voor die verzekeringspapieren. Voor die kilding te kijken voor eventuele schade met die boom. Pak meteen een vergunning inleveren, of een vergunning aanvragen voor dit stuk hier. Dit eerste stuk wil ik laten afgraven, wil ik hier wel stelkomplaten in hebben. En misschien dat ik hier een schuur opbouw voor eventueel wat pelletopslag voor wol. Maar natuurlijk ook in de toekomst voor dat ijs en dat meat en dat soort spul. En misschien dat ik hier ook nog wel een aardappelwasser neer wil zetten. Als we dan met die eerdappelsecloor zitten, dan kunnen we dat hier los storten, dan kunnen we wat gemakkelijk de spul wassen. Dus ik wil hier even een stuk stelkomplaten hebben. Maar dan doe ik meteen die vergunning voor die schuur mee, die hierop komt. Een hele simpele schuur, dat maakt verder niks uit. Dat zal wel niet zoveel problemen geven. Maar dat heeft wat langer tijd nodig. Je zult hier binnenkort ook wat werkzaamheden zien. Dus, maar ik wil dat eerst even rond hebben op papier. Niet dat ik zomaar wat ga doen, dan heb ik wel een probleem natuurlijk. Dan kan ik het weer afbreken, dat is niet de bedoeling. Nou, dit spul afvul onder het dak en dan ga ik eerst eens even met die schorpen aan de gang. Want ik moet eerst een pelletvork hebben. Ik heb geen pelletvork. En ik twijfel ook heel hard of ik een frontloader op die Fiat Agri heb. Ik heb dat echt wel nodig eigenlijk. Met die verrijker, het geeft wel, maar het hoort niet hoor. Kijk, deze vullen we af. Kijk, dan pakken we de volgende keer ook niet mis, want dat zag je net wel met dat kalk. Dat was ook wel amper genoeg hè, voor dat veldje. En los. Goed zo. Dan kunnen we deze even in de schuur zetten voor de normale bandjes eronder. Dat hebben we niet meer nodig. Alhoewel, is dat handig. Ik zit natuurlijk binnenkort ook met dat maïsveld natuurlijk. Dan kan ik het weer opnieuw er allemaal op en eraf gooien. Laat het eerst maar eens even staan. Ik zet hem hier neer, dan kunnen we altijd kijken hoe en wat. Mooi. En dan pakken we even de verrijker in de bio's. En dan gaan we. En dan gaan we eerst even dat spul bij de schorpen opruimen. Wat ze door gesmost hebben. En dan zal ik er ook eens even die waterkraan nog eens even een keer opengooien. Even die pruttel er een beetje oprubben. Het valt nog mee wat ze geknooid hebben. Het is nog te overzien. Kijk, het laatste beetje. Nou, draai hem er even voor. Ja hoor, kom maar dames. Heerlijk vers gras. Eens even kijken, die kunnen we hier wel tegen het achterschot aangooien. Zo. Ik denk even plat. En dan gaan we eerst maar eens even de pallet voor ik halen. Dan moet ik wel een verstelbaar hebben, denk ik, want dat wordt nog een heel gedoe.
Ja, die prijs is niet goed. Het liefst had ik ze gewoon op de wagen laaien en verkocht. Maar als we op de tablet kijken, dan zie je dat het dalende is. 1106. Dat is niet veel. En naar beneden. Dus dat gaan we niet doen. Ik ga eerst even pellenvork halen. Dan ga ik die dingen eruit halen. Trouwens, ik kan eerst wel even langs de bank rijden. Voor het verzekeringsgedoe met woonhuis, met dak. En even die vergunning aanvragen natuurlijk doen. Dan neem ik op de terugweg. Dan neem ik mooi even dat pellenvork hier mee. Zover is het niet. Nog een klein stukje hier. Gewoon nog even langs Chira. Niet om te controleren, hij zal zijn werk wel goed doen. Kijk, ik ben er een mooi eentje bezig. Hij is al drie keer rond geweest, denk ik. Dus dat ging hartstikke goed. Die redt zich prima. Er is wel wat van die rare telefoonpalen in het land. Maar ja, dat moet er maar zien. Dat kan er wel om hen, denk ik toch. Het is een beetje een rare dag, jongens, met dat slechte weer. Potverdorie. Even kijken, waar zetten we de verrek even neer? Ja, ik zet hem hier maar even neer. Hier maar even neer. Loop ik even gewoon naar de bank toe, jongens. Even vertellen wat die stormschade. En even de bouwplan inleveren. Nou, helemaal goed. Ze zal iemand sturen om te kijken of de schade was aan het huis. En de bouwplannen zijn ook ingeleverd. Daar ging dan wel even de poosje over hen, zei ze. Maar, hier komt niks aan. Nee. Maar daar hebben ze in ieder geval de papieren. Dan kunnen ze ermee doen en laten wat ze wil. Ik heb geen haast, dus ik wil het vanzelf wel. Het zou wel mooi zijn als we die stookomplaten binnenkort al neer konden leggen. Want dan kan ik in ieder geval die aardappelwasser bestellen. Zo, dan gaan we naar de shop toe. En dan gaan we door eens even wat bestellen. Maar zo zie je, zo'n uitzendbureau is toch wel handig, denk ik. Daar gaan we toch wel meer gebruik van maken, want ik kan het alleen gewoon niet aan. Het is te veel. En we moeten ook nog eerder zijn aardappels gaan poorten, want ik heb die poortimpels al een beetje keel in. Dus daar moeten we ook nog mee aan gaan. Man, man, man. Wat een drukte. Maar dan moet de loonwerker hier mee helpen. Nou, dan gaan we even naar het shoppie. Eén pellenvorkje ophalen, dan gaan we eens even kijken of dat of we dat wolderoet creëren door. Dus even ergens anders neerzetten, want dan kun je weer verder produceren natuurlijk, hè. Nou, loop ik helemaal gauw naar binnen toe. Even zo'n pelletvorkje haal. Zo, nou. Gaan we eens even kijken of dat wat is. Ik heb geen idee, ik heb nog nooit met dat spul gewerkt. Waar zetten ze hem neergelegd? Door. Okay. Een stukje achteruit. Kijk dat ik niet tegen die auto aan riep. Want dan hebben we dan meer schade. En dan hebben we wel genoeg gehad vandaag, schade. Zo. En hoe werkt dat dan? Zo. Oh zo. Ja, 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 ja. Oké, okay. Nou, laten we eens gaan kijken. Nou, ik zie het nu allemaal weer wat vrolijker in. Vannacht was het echt drama, zeg. Jongen, jongen, jongen. Ik hoop dat we dat niet al te vaak hebben, want ik hoop dat dat dak niet lek is. Want als het weer gaat regenen, dan heb ik wel een probleem natuurlijk als dat dak lek is. Godverdamme. Dan woonde hier ook net pas. Hij dit weer. Zo, nou. Dan gaan we eens even kijken of we dit aan de gang kunnen krijgen. Zo. Kijk, want het is behoorlijk krap en lastig op deze manier. Misschien dat we toch wel een frontlader moeten hebben. Even kijken. Zo. Ja, een beetje beleid en rust. Moet dat helemaal goed komen. Ik denk dat ik ze voorlopig maar eens even hier neerzet. Goed. Niet te ver weg, dat spul. Gewoon een paar pelletjes hieronder zet. Als de prijs dan goed is, kan ik ze zo oplaaien. En dan... Dat heb ik er ook zo vanaf, ja. Kijk, dat is één. Mooi. Ik heb ook niet zo nauw. Als hier maar weg is. Dan gaan we de andere kant op. Zo.
Hier heb ik voorlopig nog niks staan. Maar net wat ik zeg, we moeten binnenkort ook met hooi aan de gang. En dat is dat wordt dan wel weer een hele drukke dag. Zo, dan zijn we bij de laatste inmiddels. Ik moet niet vergeten, want dat was ik net vergeten, net voor het water bij die schapen. Nog even die kraan los te gooien in het veld. Dus we voldoende water hebben. Zo. Ik neem toch weer een paar euro's op en om deze prijs, met deze prijs te gaan verkopen. Nou, ik zie het niet zo zitten eerlijk gezegd. Dus ik doe die verrijker even op. Die kan dan mooi onder het dak staan. Netje idee. Zo. Nou, dan lopen we even naar de schapen toe, jongens. En dan gaan we wel kijken hoe het verder hier afloopt. Henk, die kunt morgen helpen met de boom opruimen. Dus daar ben ik blij mee. Enfin, het mag van mijn part ook nog wel een poosje door tegen die muur aan blijven liggen. Ik heb er niet zoveel moeite mee. Als maar van het huis af is. Het is niet zo rommelig zo. Nou, hartstikke goed. Gooi hem de schapen nog wat eerder geven. Dit zit mooi onder het dak. We kunnen wachten op de goede prijs. En dan mogen we zo nog even kijken bij Gira, hoe ver die is. Maar in principe kan er gewoon de deur gaan met zijn ding. Kijk, beestjes. Ja, ik heb nog maar een paar grasbaaltjes. Ik moet eigenlijk eerst weer het hooi, maar dat gras dan wil er niet hard groeien. Dus door eens wachten op. Morgen, dames. Nou, zal ik eens even wat vers water toevoegen. Kijk eens even. Helemaal goed. Goedje, goedje, goedje. Voor nu wil ik iedereen bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Lucia Zets, deel 6, jongens. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. De storm is voorbij. De ravage nog niet, moet nog opgeruimd worden. De volgende keer hebben we weer wat anders leuks op in de planning staan. Want Henk had een hele rare vraag aan mij. Ik zei, nou, dat kan. Vorige steeds free. Of ik er wat mee doe, dat is een tweede. Maar dat horen we dan wel als we hem morgen kunnen helpen met die boom. Vond je dit nou een leuke video, jongens? Druk dan even op het duimpje. Ben je nog niet geabonneerd? Druk dan even op die hele mooie rode knop. En als je op het belletje drukt, mis je helemaal niks meer. Dan wil ik jullie heel erg bedanken. En op naar de volgende aflevering. En kijken wat voor avontuur ons dan weer te wachten staat. Tot de volgende keer. Later.